Het Nationaal Archief Suriname, het NAS, is onlangs gestart met een cursus Ordenen en beschrijven van archieven voor haar medewerkers. Deze cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. In de archiefwet is opgenomen dat archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moeten worden overgebracht naar het Nationaal Archief. Dat brengt met zich mee dat archieven die naar het NAS overgebracht moeten worden, eerst geïnventariseerd moeten worden. Rita Chin Fu, nationale archivaris, gaat hieromtrent wat dieper op in. Het is een week theoretische kennis en een week praktische kennis als onderdeel van de cursus Ordenen en Beschrijven toegevoegd. Het is niet de eerste keer dat zo'n cursus hier wordt gehouden. We hebben diverse malen in 2004, ik dacht 2007 of 2008 en dan enkele opfriscursussen gehad. En al die archieven moeten dus beschikbaar worden gesteld aan het publiek. Hoe doen we dat? Het moet geïnventariseerd worden, anders ga je in 10 kilometer aan archievencollectie niets vinden. Dat is dus die training die op dit moment gaande is. Daar gaat het in principe om. Het Nationaal Archief is de bewaarplaats van de overgebrachte archieven van zowel de centrale als de regionale overheidsorganen, als mede van de parastatale bedrijven en instellingen. Al deze archieven vormen tezamen een belangrijk onderdeel van het cultureel-historisch erfgoed van Suriname. De hoofdtaak van het NAS is niet alleen om deze collectie van archieven deskundig en effectief te beheren, maar ook om de daarin opgeslagen informatie voor de Surinaamse burger en andere in Suriname geïnteresseerden zichtbaar te maken. Het is een onderdeel van het project Saving Surinamese History. Het is een project dat gefinancierd wordt door de Gerda Henkel Stichting. Het duurt 3 jaren. En dit project doen we dus samen met de Radboud Universiteit Nederland, Nationaal Archief Nederland en Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het doel van dit project is dus de archieven te ontsluiten, conserveren en digitaliseren. Uiteindelijk doel is het beschikbaar stellen van de collectie aan het publiek. Dan wel hier in de studiezaal, dan wel online. En als ik praat over publiek is het niet alleen maar hier in Suriname, maar in principe internationaal. Studenten van het Natinte Leliedorp hebben in het begin van dit schooljaar een vormingsweek. In deze week is gedacht om onder andere een facelift te geven aan het Koffiejompoplein. Het startsein van deze werkzaamheden werd gegeven door de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan. De algemeen coördinator van Natinte Leliedorp, Gina Seobarat Missier Peshaw, vertelt dat deze werkzaamheden vallen onder een werkdag die een onderdeel is van de vormingsweek. Op onze werkdag geven we meestal terug aan de maatschappij, aan de omgeving. We proberen iets te doen waarbij Leliedorp dan baat bij heeft. Dit jaar hebben we de DC benaderd om de speeltuin en de groene strook te mogen aandoen. En wat werkzaamheden hier te mogen doen, zodat ook de studenten als ze hier komen kunnen zien wat hun moeite en hun inzet heeft betekend. De rest van de vormingsweek houdt daarin dat ze nog een dagje motivatie krijgen, een dagje informatie en de laatste dag is een sportdag waarbij ze dan daarmee een klein beetje teambuilding hebben, ook gezellig afsluiten. DC Audrey Hankers van Wanica Zuidoost gaf aan dat dit project er eentje is dat geheel ondersteund moet worden omdat de kinderen op zo'n manier leren samenwerken en omdat het Koffiejompoplein het visitekaartje van Leliedorp is. En ik mag u aangeven, als het gaat om onze jonge natie, dan wens ik altijd samen met het team dat achter me staat om deze projecten te ondersteunen. Meerwaarde, zeker voor het district, als we kijken naar onze jonge Surinamers, waarbij we ze op een zodanige manier kunnen motiveren dat werken toch wel plezierig is. Werken wil niet zeggen dat je dood ervan gaat. Middels
hard te werken kom je juist vooruit. En ik denk dat dat toch wel meer gestimuleerd moet worden. Niet alleen door ons als ouderen, maar iedereen die een bijdrage kan leveren ter ondersteuning van onze jongeren, wil ik aanraden dat te doen. Zij zijn de toekomst van morgen en dit is het voorbeeld. Laten ze leren samenwerken. U ziet het, u merkt het om u heen. Ze zijn niet bezig met hun telefoon alleen, ze kunnen best wel ook werken. En mijn erkentelijkheid, niet alleen aan zeker het bijzonder onze jongeren van het district Wanica, maar voor geheel Suriname. Mijn dankzegging dat wij toch wel jongeren in deze tijd een stimulans kunnen geven om een bijdrage te leveren ter opbouw van ons geliefd Suriname. Voor de DC is het van belang om zulke projecten van studenten te ondersteunen. Er is veel werk dat verzet moet worden, maar in dit geval genoot aanpak Koffie Jumpoplein prioriteit. Ik mag u aangeven dat Koffie Jumpoplein, eigenlijk de groene strook, het visitekaartje is van het resort Lelydorp. Vandaar dat ik hoor, persoonlijk vind dat het ten alle tijde een heel mooi cachet moet hebben. Uitnodigen, dus bij deze, dat de kinderen een bijdrage leveren, zal ze nog lang bij blijven. Ook als zij oud worden, dat zij aan hun kinderen, hun kleinkinderen mogen aangeven. Ook ik heb daar een bijdrage aan geleverd. De eerstejaarsstudenten hebben het werk met veel plezier gedaan. Dat blijkt uit de reactie van een participerende student. Ik zit op de naad in Lelydorp. Ik volg het vak WTB, dus richting WTB. En ik vind het heel erg goed wat we hier allemaal doen, omdat het een van de bekendste steden is in Suriname. En het geeft een mooi gezicht aan het land dat we dit zo allemaal doen. Om het district Saramaca weer in de schijnwerpers te plaatsen, heeft het districtscommissariaat Saramaca een landbouw- en productiebeurs gehouden van 9 tot 10 oktober 2019. De beurs is gehouden in Groningen op het terrein van het districtscommissariaat. Op de beurs was van alles wat aan bedrijvigheid is in Saramaca tentoongesteld, zoals veeteelt, landbouw, kleding en crafters. De opening werd verricht door de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Stefan Tsang. Je moet als ondernemer, zeker als startende ondernemer, dagelijks strijd voeren. Het starten van een bedrijf, het opbouwen en in stand houden is een voortdurende strijd. Maar wel een strijd die je veel oplevert. Fysiek levert het je een inkomen op en alles wat je produceert. Maar abstract levert ook de voldoening, de waardering en vooral de onafhankelijkheid. Ik ben blij met de productiebeurs die u hier heeft georganiseerd, DC. We hebben de Made in Parabeurs gehad, de Made in Wanica-beurs en nu de Made in Saramaca-beurs. Het geacht lid Samidin heeft het aangehaald en wat mij betreft gaan we het jaarlijks terugkerend evenement maken met deze beurzen. En productie is immers iets wat we in Suriname heel hard nodig hebben. En deze beurzen stimuleren de bezoekers om ook te gaan produceren. Het laat zien wat wij allemaal in Suriname kunnen en wat u zelf kunt doen. De regering heeft twee sectoren aangemerkt als focus voor de diversifiering van onze economie. En dat is de agrarische sector en de toerisme sector. Daarbij is speciale aandacht aan het midden- en kleinbedrijf die voor productie moet zorgen. En die we gaan ondersteunen zodat we de komende tijd flink een groei zullen zien van die sector. Het doel van deze regering is duurzame groei en ontwikkeling en het concurrentievermogen van onze economie te realiseren en daarmee sociale vooruitgang voor alle inwoners te bewerkstelligen. De regering wil dit doel graag samen met de private sector bereiken. Het bedrijfsleven is immers de motor van onze economie, waarvan de kleine en middelgrote ondernemingen, zoals eerder gezegd door meerdere sprekers, een cruciaal onderdeel is. Om dit ondernemerschap te stimuleren, heeft DNA vorig jaar onder andere de wet bedrijven en beroepen aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat de administratieve rompslomp voor bijvoorbeeld het
starten van een bedrijf kleiner wordt en minder vergunningsplichtige bedrijven zijn en het proces van AVRA efficiënter en sneller verloopt. De regering beseft dat een makkelijkere toegang tot krediet het zaken doen in Suriname flink kan verbeteren en daarbij zullen we beter scoren op de lijst van de Ease of Doing Business. En een betere ranking op die lijst maakt ons land weer interessanter voor buitenlandse investeerders. Daarom hebben we onder andere de KAM MO-unit ingezet. Deze unit is een werkarm van het KMO-fonds van het ministerie van HINT en houdt zich bezig met het begeleiden en monitoren van startende en doorstartende ondernemers tijdens en na het proces van hun financieringsaanvraag. Met de garantie van het KMO-fonds en de begeleiding van de KMO-unit hebben we al bereikt dat de rente voor die leningen onder de 10% komt in samenwerking met Godo en de Hagerin Bank. We zijn nu bezig meer private banken te betrekken en om modellen uit te werken met de private banken om die rente verder terug te brengen naar een 5%. En dat is onze target. En ik wil benadrukken dat we niet alleen zijn voor ondernemers in Paramaribo, maar juist ook voor de ondernemers in de districten. In dit kader is het goed om te weten dat we vanuit HINT nauw betrokken zijn bij het project van Telesuur, Suurmarket. Dit is een online platform waar ondernemers hun producten op kunnen plaatsen, kunnen aanbieden. En zeker voor de kleine ondernemers, de crafters in de districten, is het een grote kans om hun markt te vergroten online. Na de officiële opening volgde een rondleiding. De minister was zeer onder de indruk van wat de ondernemers allemaal tentoon hebben gesteld op de beurs. Het Surinaams Olympisch Comité SOC buigt zich al een jaar over een gedragscode in de sport en heeft in dit kader een seminar georganiseerd met als doel het produceren van een finale versie van de gedragscode. Gedragscode in de sport. Het Surinaams Olympisch Comité heeft een zekere weg afgelegd. En het begon met de indringende internationale druk, tussen aanhalingstekens, niet echt een druk zoals wij dat vandaag ook nog ervaren, maar een indringende boodschap naar de NOC's en het Internationaal Olympisch Comité om met betrekking tot gedragscodes in de sport heel hard aan de bel te trekken. En met het binnentreden van ons bestuursrecht hier al goed en het starten van het commissariaat Gender en Sport door even mee om bijzondere aandacht aan dit punt te besteden. Het seminar heeft op 9 oktober in het Olympisch Huis plaatsgevonden. Dit initiatief wordt volledig ondersteund door het ministerie van Sport en Jeugdzaken. De veiligheid van onze sporters is een belangrijke pijler binnen het totale sportgebeuren. En ik ben daarom bijzonder ingenomen met de inzet van het commissariaat Gender en Sport van het SOC om te samen met alle belangrijke stakeholders de honden bij elkaar te steken om na te gaan hoe te graven veilige sport. Het ministerie kijkt uit naar de output van het traject om gezamenlijk over te kunnen gaan tot implementatie.